Nee, we hebben gezegd, we sluiten niet de kiezers van de PVV uit. Daar blijven we mee in gesprek. Kijk, een partij uitsluiten betekent dat je in de Kamer er geen zaken mee doet, dat je een partij mee laatst verklaart. Wat de VVD zegt is, wij gaan niet met deze partij regeren. Nog in een gedoogconstructie, nog in een normaal kabinet. Dat gaan we niet doen, dat vinden we al enige tijd. En wat je merkte is dat daar, mevrouw van der Heijden zei het zo mooi van de NOS, dat als een soort bromvlieg boven de campagne bleef hangen, van gaan ze dat dan echt niet doen? Nou, feit is, ik zeg het hier nog een keer, dat de VVD voor maar 15 maart en ook na 15 maart, en dat zal dus vooral na 15 maart zijn, want dan moet er een kabinet worden gevormd, niet gaat samenwerken met de PVV.